Mevrouw Ruiter, u bent directeur van REACT. Wat precies is REACT? REACT Twente is een reïntegratiebedrijf, een leerwerkbedrijf. Wij werken in opdracht van gemeenten en het UWV, maar ook het bedrijfsleven. Onze doelstelling is het begeleiden en bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die probeert u te integreren in het bedrijfsleven? Ja, dat klopt. Het kenmerkt zich wel doordat we eigenlijk toch wel de ervaring hebben dat bemiddeling dan niet zomaar vanzelf gaat. Vandaar dat wij een samenwerking hebben opgestart met Zorgaccent in dit geval. Maar ook een bedrijf in Almelo, de Almeloze borstelindustrie en Reginox in Rijssen. Dat zijn voor ons leerwerkomgevingen waarbij wij onze werkzoekenden goed kunnen testen, trainen, zodat uiteindelijk de bemiddeling gerealiseerd kan worden. De doelgroep waar jullie voor werken, zijn dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doordat ze langdurig werkloos zijn of hebben ze een beperking? Ja, dat kan beide het geval zijn. Mensen vanuit een WIA kunnen deels afgekeurd zijn, moeten toch weer bemiddeld worden. Jongeren met een WAJONG-uitkering. Dat hoort nu tot de participatiewet, maar dat is ook een groep waarbij toch heel gericht begeleid moet worden. We werken nu ook, er is een nieuwe tak, wet maatschappelijke ondersteuning. En dan bieden we dagbesteding aan. En we geven ook nog ambulant hulpverlening. Dus een heel palet aan verschillende vormen van dienstverlening die onder de vlag van REACT uitgevoerd worden. Nu staan we op een prachtig terrein op Krunnezommer in een mooi bedrijf in oprichting, de chocoladefabriek. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, dat kan ik. De vraag naar leerwerkomgevingen is zo groot geworden dat wij eigenlijk, we hebben gewoon weer extra ruimte nodig. We hadden het idee om toch iets met chocola te gaan doen, om een eigen afdeling te creëren die A, voor onze doelgroep heel goed zou kunnen zijn, dagbesteding, ook vanuit de WAJONG doelgroep, meer variatie. Dat is eigenlijk ons hoofddoel, dat we een leerwerkbedrijf erbij zouden krijgen. En het secundaire doel is dat wij ook dat graag op termijn voor publiek open willen stellen. Het principe is eigenlijk, gaat het hier goed, dan gaat het in het bedrijfsleven ook goed. En dat is eigenlijk wat we beogen. U bent banketbakker in Holten en heeft straks de leiding over deze chocoladefabriek, toch? Ja, klopt. Ik ga straks hier de boeren aansturen, zeg maar. Dat cliënten kunnen werken op hun manier met chocolade. Proberen producten nou te ontwikkelen die ook voor cliënten daadwerkelijk te doen zijn. Dus niet al het ingewikkelde. Ja, we beginnen gewoon heel simpel met bonbons, 15 soorten bonbons, truffels, fudge en chocoladeletters. Voor de bewoners van Krunnezommer uiteraard. We willen workshops aanbieden. Scholen die misschien wel kennis willen maken met chocola, het product daarvan. Ja, dit was een prachtige gelegenheid om dat te doen. En alles wat aan bestelling binnenkomt van bedrijven, repen met logo's, noem maar op. In principe is alles bespreekbaar en ook alles wat mogelijk.